25 jaar op het hoogste niveau in de motorsport voelde het nog altijd goed om de motor te starten. Al voordat het startte dan voel je de adrenaline door je lijf heen gieren. En als je dan met 30 man de eerste bocht in duikt, ja, dat is geweldig. Die kick die verdwijnt nooit. Ja, je begint natuurlijk als klein kereltje in de motorsport. Waarbij we in het begin wel eens op het podium stonden en keek je naar de kerels die naast je stonden, zeg maar. Maar later sta je zelf in de lijst met al die grote namen. 10 titels achter je naam en ja, dat is natuurlijk geweldig dat je als van klein kereltje natuurlijk die stages doorloopt en dan sta je er zelf tussen. Ja, geweldig. Heel veel passie hebben voor de motorsport. Want als je er niet gek van bent, je moet ervoor willen gaan. Dus heel veel trainen, dingen ervoor laten, hard zijn voor jezelf. Natuurlijk moet je een bepaalde dosis talent hebben, maar ja, de mensen om je heen die erin gesteund hebben in onze jeugdcarrière waren mijn ouders. Onze ouders moet ik zeggen, want begin jaar ik natuurlijk met mijn broer gereden. Maar ja, de grens opzoeken. Heel hard trainen, ja, die grens ook soms overschrijden. Heel veel vallen en opstaan is ons dan bekend. Als je naar de top wilt, dan hoort daar denk ik ook blessureleed bij. Want als je het niet probeert, dan kom je natuurlijk nergens. Ja, dat was de eerste keer dat je dus keihard met de neus op de feiten wordt gedrukt. Met snelheid en met risicosport bezig bent. Ja, in 1997 brak mijn broer een aantal ruggenwervels. Ik heb zelf in Zwitserland 13 ribben gebroken, sleutelbeen, schouderblad, ook afgevoerd. Helikoptervlucht in 2016, dan brak ik mijn kaak op 8 plekken. Dus nee, niet fijn. Ja. Ik heb tientallen keren natuurlijk in het ziekenhuis gelegen. En ja, natuurlijk, dan is het fijn dat het daar goed voor je gezorgd wordt. Maar het is ook fijn om te weten dat via de licentie van de KNV dat de dingen gewoon goed geregeld zijn. Je maakt natuurlijk heel veel mee, maar de mooie dingen die je overheersen natuurlijk, want ja, anders had ik er al lang mee gestapt. Na 6 jaar met Robbie Baks hebben gereden, start ik volgend jaar met een Fransman, Luc Rosteng. Hij is super gemotiveerd en zijn enthousiasme die motiveert mij ook. Ik heb echt weer de discipline om te trainen en te knallen. En ja, ik wil echt voor die 11e titel gaan, die moet er gewoon komen.